Het is een sport voor wat oudere mensen. En we mogen niet hardlopen, zodat we ons niet helemaal te pletter lopen. Dus het is wandelen. Dus wandelvoetbal. En dat wil zeggen dat we overzicht houden en dat we een beetje voorzichtig aan doen met elkaar. Maar wel voetballen. Er is geen buitenspel, er is geen keeper. Er is, met vrije trappen moet je 3 meter afstand nemen, iedereen. De bal mag niet hoger dan het middel komen. Dus dat is dat we niet te hard en te hoog schieten. En nou, dat was wel zijn wel de belangrijkste. En je mag dus niet hardlopen. Oké, en is dat moeilijk, niet hardlopen? Ja, af en toe dan wil je gewoon, dan komt een jonge spirit weer in je en dan wil je gewoon die bal hebben en dan wil je erachteraan. Maar dat kan niet, je moet rustig aan doen. Dus heel veel verenigingen die hebben dit opgenomen in hun aanbod, zeg maar, voor leden. En hier zijn ze 3 jaar geleden mee begonnen. En ik hoorde ervan, toen dacht ik, nou dan ga ik me ook opgeven, hartstikke leuk. Wat is er precies zo leuk aan walking voetbal? Omdat ik tenminste, zeg maar, nog steeds dan een 14, 15-jarige voel die dan heerlijk wil sporten. En daarom is het ook af en toe zo verschrikkelijk lachen, omdat je weet van welke prachtige paas je wil geven en dat hij dan helemaal de mist in gaat. En dat is echt geweldig. Dus kijk, we zijn niet meer zo fanatiek, maar toch zit er diep in ons nog altijd dat fanatisme wel een beetje in.